Ja, Corona podcast. Wat heeft het met elkaar te maken? Helemaal niets. En het is super raar om tegen jullie te praten, terwijl er niemand anders om me heen is. Normaal ben ik altijd een van die gasten en dit is gewoon echt gewoon helemaal leeg. Uh, we hebben de zintuigfabriek gesloten. Dat is ons kantoor waar wij uh, jongeren helpen met uh, filmpjes maken en waar ook de meeste mensen op podcast aan het werk zijn. En uh, dat is gewoon gesloten. Dus ik ben helemaal alleen. De computers zijn ook meegenomen, Marnix heeft een pc meegenomen. Gedi heeft een pc meegenomen. Die gaan thuis dingen doen. Dus. Um... Ja, wat heeft het met Podcast te maken? Wij uploaden niet elke week. Dat zien jullie ook. Uh, we zitten ook mee momenteel met een klein dipje. En dan komen we weer op omhoog. Dat is altijd bij Podcast. gaat altijd zo. Dat geeft ook helemaal niks. Helemaal top. Maar we hebben afgelopen weken ontzettend veel content gemaakt. Echt super veel leuke dingen. En dat kunnen we eigenlijk niet gaan uploaden. En dan zal ik uitleggen waarom. De content heeft te maken met de horeca, grotendeels. We hebben een item opgenomen bij de Domino's. We hebben een item opgenomen over de horeca. We hebben een item opgenomen over school en huiswerk. En al die dingen zijn gesloten, zijn dicht, doet niks. Dus het is een beetje ongepast en het slaat ook nergens op om dat nu te uploaden. En we hebben een heel leuk item klaarstaan voor, uh, over karate. En uh, dat kan ook niet, want dan moeten we mensen natuurlijk vast gaan houden. Dan komen we elkaar in de buurt. Dus uh, we staan een beetje stil. En het was super jammer, ik laat me even zien. We hebben echt leuke dingen opgenomen. Even kijken. Dit is wat anders. Dit is de groen, oh. Ja, kijk hier. Ik laat het niet horen. We hebben, bij de domino's hebben wij pizzas gemaakt. We hebben zelfs een liedje opgenomen dat ik niet laat horen, want hij komt wel online. Maar ik weet nog niet wanneer. En um, we hebben een leuke talkshow opgenomen over alcohol. Met uh, burgemeester, politie en allemaal jongeren. Het was uh, super leuk. En we hebben nog een ander grappig filmpje opgenomen. Even kijken. Er kan een stukje. Hey Katie, Pil Nee, doe maar water! En meer ga ik nog niet spoilen. Maar die komt ook voorlopig nog even niet online. Want uh, dat heeft ook te maken met horeca. En het zou een beetje misplaatst zijn nu. Ja, hoe nu verder? Um, wij gaan in ieder geval een week even niks doen. Misschien dat de video van de domino's nog online komt. En we gaan dan voorlopig uh, even een weekje op gewoon, ook een soort van lockdown hier. En dan zal waarschijnlijk na een tijdje iedereen zich doodvervelen. Ik misschien ook. Ik heb een eigen bedrijf dat video's maakt. En ja, podcast is een, ding, een bijzaak. En momenteel staat mijn bedrijf ook stil. Ik moet even kijken hoe dat gaat lopen. Misschien komen er eens dus wel heel veel aanvragen voor livestreams, voor bedrijven, et cetera. En dan heb ik het weer druk. Of misschien is het gewoon echt helemaal leeg. Maar dat gaan we gewoon de komende dagen wel zien. Dus voor mij is het financieel ook heel erg ja, onzeker. We gaan in ieder geval kijken of we volgende week ook livestreams op Podcast kunnen doen. Dus omdat iedereen zich dan de types verveelt, die gasten van Podcast zullen dus ook de tering vervelen. Dus dan gaan we kijken of we wat kunnen doen. Maar daar hebben we jullie voor nodig, want ik wil dan wel weten wat we dan moeten livestreamen. En kom dan niet met over kop, kaalscheer, dat soort dingen. Dat laat even weten wat je ervan vindt. Maar uh, kom even met, met leuke dingen. Wat moeten we in een livestream doen? Uh, kom met creatieve uitspattingen. Volg ons op Instagram en laat ons via de DM daar even weten. Want volgens mij zijn er heel veel mensen die ons nog niet op Instagram volgen. En uh, doe dat even, want dan kunnen we een beetje gaan DM'en. Kunnen we misschien wel een beetje op afstand samenwerken. Alles online. Um, ik heb nu niks meer te melden. Ja, ik mis iedereen hier nu. Ik hoop niet dat het heel erg lang duurt. Ik wens jullie allemaal uh, veel, uh, veel plezier thuis en hopelijk tot een volgende normale podcast.